Ja. Even genieten van hoe zo'n volle grote zaal van Tivoli Vredenburg klinkt. Staande ovatie en groot applaus voor La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion. En ze buigen ook als op dezelfde choreografie waarmee ze het prachtige openingsconcert hebben uitgevoerd naar alle windstreken, alle hoeken van deze grote zaal hier in Tivoli Vredenburg. Openingsconcert. Nou, je zou je geen mooier, indrukwekkender, veelzijdiger, veelkleuriger, welriekender openingsconcert kunnen wensen dan door dit ensemble Artists in Residence, La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestion. Met even groot extra applaus voor het van de vocale solisten. Grote buiging voor Vital. Simon-Pierre wijst naar alle andere vocalisten die je hebt gehoord van alle kanten van de zaal ons toezongen. Soms heel statig van de ene positie naar de andere gingen lopen. En af en toe ook echt heel snel tempo maakten op weg naar het volgende werk. Weer op een andere positie uitgevoerd. Op het podium of her en der de galerijen van deze zaal. Optimaal benut. Prachtige effecten ook. Even, dirigent, ik denk dat er een toegift aan zit te komen. En nog even zeggen dat hij alles vanuit het hoofd dirigeerde. Het programma waarin het elke werk in elkaar overging.
ja, dak eraf van de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Oude muziek swingt. My soul's been anchored in the Lord, my soul is anchored in the Lord. Dat spiritual gospel nog eventjes als tweede toegift.